Het Café Groenewoud is het op één na oudste café van Nijmegen. Het is al meer dan 250 jaar oud. De geschiedenis ervan start in 1763 met de bouw van het pand. Dat werd destijds neergezet als woonhuis voor de lokale boswachter. Dat was toen niet echt een vak waar je goed betaald voor kreeg, dus om wat extra inkomsten te genereren startte hij een herberg. Toen in 1874 de stadsmuren mochten worden afgebroken, breidde Nijmegen zich in rap tempo uit. In die tijd van razendsnelle verstedelijking zocht men massaal een groene plek om even bij te komen. In die periode kreeg Café Groenewoud een nieuwe eigenaar en deze greep de ontwikkeling natuurlijk met beide handen aan. Op zondag werden de alcoholica van de kaart gehaald, zodat men in die dag in alle rust wat kon gaan drinken zonder last van dronken gasten te krijgen. Tegenwoordig is de omgeving Café Groenewoud niet meer zo groen als hij ooit was. Met het uitbreiden van de stad kwam er ook aan de weg, waaraan het gelegen was, bebouwing. Wat nog wel leuk is om te zeggen, is dat dit gebouw niet alleen café is geweest, maar ook postsorteercentrum. Hier vandaan werd de post naar de mensen gebracht. De naam Postweg is hier ook een afgeleide van. Hier overheen werd de post naar Kleef vervoerd. Nou, nog even een postzegel op deze brief, dan brengen ze ook maar eens even de post weg.